Mijn naam is Sophie van Oma's Soep. Wij gaan eenzaamheid onder ouderen tegen. En dat doen we niet alleen, maar dat doen we met honderden vrijwilligers iedere week door heel het land. De studenten hebben zich ingezet de afgelopen jaren voor ons. En we vinden het hoogste tijd om ze in het zonnetje te zetten daarvoor. Door weer en wind sta je hier. Waarom doe je vrijwilligerswerk voor Oma's Soep? Nou, het is nu inderdaad erg koud. Ik ben nu soep aan het uitdelen. Maar wat het leukste is dat ik zo meteen natuurlijk zelf bij het buurthuis langs mag om daar nog 25 soep uit te delen. Er wordt dan lekker ochtendgymnastiek gedaan en dan warmen die ouderen ons toch weer een beetje op. En dat maakt mij het vrolijkste op elke vrijdagmorgen. Waarom doe jij vrijwilligerswerk voor Oma's Soep? Wat ik gemerkt heb met mijn ouders en mijn opa en oma, dat zij het super fijn vinden dat hun kleinkinderen en hun kinderen langskomen. Dus ik hoop dat eenzame ouders, dat wij dan langskomen en hun dat een beetje geluk kunnen geven. Lieve vrijwilligers, ik ben heel erg blij met jullie. Ik heb zelf nooit dochters gehad, maar als jullie er zijn, dan komt er een gevoel van op mij. Van zou het zo zijn als je een dochter hebt? Zo voelt het bij jullie, heel eigen. Ik bedank jullie namens allemaal voor het hele lekkere soep en de gezelligheid die jullie ons brengen. Yeah. Blijf komen! Ik wil bedanken die iedere vrijdag weer met heel veel enthousiasme. Elke vrijdag. Het is een dag. Vandaag is dinsdag. Oh, de hele dag. De hele dag. Elke week komen jullie toch op, met heel veel enthousiasme. Of eens in de maand. Elke week? Iedere week met heel veel enthousiasme. Ik wil de vrijwilligers die elke week zich opofferen om ons met heel veel enthousiasme op, in ere. Met veel enthousiasme ja, dat te verwennen, wil ik hartelijk bedanken voor hun inzet. Heel. We hebben in de afgelopen tijd veel recepten leren maken en het is allemaal nuttig. En lekker. Toch lekker. En we genieten met volle teugen.